God is good. You can take a seat. Je mag weer gaan zitten. Amen. Thank you, Pastor Schuitema. It's a privilege for me to preach. Dankjewel, Pastor Schuitema. Het voorrecht voor mij om te preken. In the conference. In de conferentie. It's sad that Pastor Mitchell was not able to come. Jammer dat Pastor Mitchell niet kon komen. We would have had the tent crusade in The Hague this year. Eigenlijk de tentcampagne in Den Haag dit jaar. And so we felt really sorry and bad that he wasn't able to come. Jammer dat hij niet kon komen. And so but we continue in the spirit of Pastor Mitchell. Maar we gaan gewoon door met diezelfde geest van Pastor Mitchell. Because we learn great lessons from this man. En we hebben veel grote lessen van deze man geleerd. Amen. You can open your Bibles to the book of Samuel, 2 Samuel chapter 1. 2 Samuel hoofdstuk 1. Diana Spencer died a tragic and infamous death. Diane Spencer stierf een hele tragische dood. At her funeral, there was a song performed by Elton John. En Elton John zong op haar begrafenis. He sung a song called Candle in the Wind. En dat lied heette De Kaars in de Wind. And it was written for the memory of Lady Diana. En het was helemaal speciaal voor Lady Diane geschreven. In our text. In the text. There's also a psalm, also a song written by a man called David. Is David schrijft ook zo'n lied? It's called the Forgotten Psalm. We noemen dat de vergeten psalm. And it's a special song that he wrote. Een heel bijzonder lied wat hij schreef. For two men. Voor twee mannen. King Saul and Jonathan. Koning Saul en Jonathan. And he gave a name to this song and it's called the Song of the Bow. En hij noemde het lied van de boog. You cannot find that song in the book of Psalms. Je vindt hem niet in de boek van Psalmen. You find it in 2 Samuel. Maar hij staat in 2 Samuel. It's not a song of joy. Het is geen vrolijk lied. Actually, it's a song of lamentation. Het is een klaaglied. And so it describes the deeds of Saul and his son Jonathan. Het beschrijft de daden van Saul en zijn zoon Jonathan. And while David is singing this song, he places honor on the head of Saul. En David door het lied te zingen eert hij Jonathan en Saul. And at the same time, he speaks about the great loss. En hij spreekt over het grote verlies. The song of the bow. Het lied van de boog. That's the name of the sermon. Zo heet onze preek. And I want to read. En ik wil spreken. Verse 17 through 27. I'm going to read in English. Ik lees het in Engels. Then David lamented with his lamentation over Saul and over Jonathan his son. And he told them to teach the children of Judah the song of the bow. Indeed it is written in the book of Jasher. The beauty of Israel is slain on your high places. How the mighty have fallen. Tell it not in Gath. Proclaim it not in the streets of Ashkelon. Lest the daughters of the Philistines rejoice. Lest the daughters of the uncircumcised triumph. O mountains of Gilboa, let there be no dew nor rain upon you, nor fields of offering, for the shields of the mighty is cast away here. The shields of Saul, not anointed with oil. From the blood of the slain, from the fat of the mighty, the bow of Jonathan did not turn back, and the sword of Saul did not return empty. Saul and Jonathan were beloved and pleasant in their lives, and in their death they were not divided. They were swifter than eagles, stronger than lions. O daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet with luxury, who put ornaments of gold on your apparel. How the mighty have fallen in the midst of the battle. Jonathan was slain in your high places. I am distressed for you, my brother Jonathan. You have been very pleasant to me. Your love was to me wonderful, surpassing the love of women. How the mighty have fallen, the weapons of war perished. The song of the bow. Het lied van de boog. In our text we see David. In de tekst zie je David. And so he composed this song for these two men. En hij componeert dit lied voor de twee mannen. Who perished by the hand of the Philistines. Die omgekomen zijn door de handen van de Filistijnen. It was custom in the old times in the Middle East. En het was gebruikelijk in het Midden-Oosten. When dead kings died or great warriors, they would sing songs. Als koningen of grote helden stierven, werden er liederen gezongen. And in this way they remembered all the great deeds. En zo herinnerden zij de grote daden. But this song in David's life, maar dit lied wat David zingt, shows how remarkable David is. Laat zien hoe opmerkelijk een man David is. It reveals the greatness of his heart. En de grootheid van zijn hart. And his deep spiritual sincerity. En zijn diepe geestelijke oprechtheid. And also it shows his attitude towards his enemies. En het laat zien wat voor houding die man had ten opzichte van zijn vijanden. And he says, oh the beauty of Israel. Oh, de pracht van Israël. How the mighty have fallen. Hoe de helden gevallen zijn.
Jonathan and Saul beloved in their lives. Ze waren samen onafscheidelijk ook in hun leven. Swifter than eagles, stronger than lions. Sneller dan de arend, sterker dan de leeuw. Daughters of Israel weep. Dochters van Israël ween. They put ornaments on your apparel. Ze hebben goud aan je kleding gehangen. They were mighty. Ze waren machtig. And so in this song of lamentation, it's filled with sadness, it's filled with tears. Een kraaglied vol met triestheid en tranen. Now actually it's a very strange song. Eigenlijk een raar lied. Because if you know the story of David and Saul, and his history, then you would expect another song. Als jij de geschiedenis wist tussen Saul en David, had je een ander liedje verwacht. Now David, the Bible says, was persecuted by Saul. David werd vervolgd door Saul. He was innocent. Hij was onschuldig. He was brutally chased by Saul for 7 years. 7 jaar lang hartstochtelijk achterna gejaagd. He had to live in caves, in deserts and hostile areas. Woonde in grotten in de woestijn in vijandige gebieden. He was hunted after for like an animal for 7 years. Opgejaagd als een dier 7 jaar lang. And now after 7 years, Saul dies in war. En nu eindelijk na 7 jaar sterft Saul in een oorlog. And the message comes about Saul's death. En David hoort de boodschap van de dood van Saul. Expect a different reaction. En je had een andere reactie verwacht. You would expect that David would say. David zou zeggen. Yes. Ja. Yes. Ja. The witch is dead. Hij is eindelijk dood, die heks. Finally, God intervened. Eindelijk is hij gewoon verslagen. He vindicated me. God heeft mij gewroken. That would have been the reaction of most of us. Dat hadden de meesten van ons gedacht. Remember Miriam and Moses. Miriam en Moses. The destruction of the Egyptian army. Het Egyptische leger het vernietigen. There's this lengthy song of Moses. En een lange lied van Moses. And while he is singing. En terwijl hij zingt. And all the men are rejoicing. Iedereen is blij. Miriam takes the timbrel and the Bible says and they chant and they sing about the destruction of that army. Miriam pakt haar tamboerijn en ze zingt over de vernietiging van het vijandige leger. You remember this the Jael. En je weet, Jael. She killed Sisera. Zij doodt Sisera. And the Bible says, and Barak and Deborah, they join together and they compose a song. Barak en Deborah componeren een lied. And it's a song of victory. Een lied van overwinning. And they say, oh princes, oh kings, you have to hear this song. Oh prinsessen en koningen, hoor dit lied. Rejoice. Verheugt u. Because Jael gave him milk. Jael gaf hem melk. But she took the hammer. Maar ze nam ook een hamer. And a tent peg. En een tent. And then they start to sing this chorus, this refrain. En hebben ze een liedje met een refrein. You know that song. Je kent dat lied. At her feet he sank, he laid still. Sorry? At her feet he sank. Aan haar voeten zonk hij ineen. And he lay still. En hij lag stil. At her feet he sank. Hij zonk. And he lay still. Hij lag stil. At her feet he sank. Hij zonk. And they can't just not stop singing en that song. En het was een leuk lied en niemand They're kon rejoicing. Stonden. Wat een prachtig lied. But David did not rejoice. Maar David had geen blijdschap. David made a decision. Hij maakte een keus. I'm not going to rejoice. Ik ga me niet blij zijn. Over the destruction of my enemy. Over de vernietiging van mijn vijanden. And instead of relief. En in plaats van opluchting. And the feel of vindication. En het gevoel van wraak. He felt moved by compassion. Voelde hij een bewogenheid. He didn't dance. En hij danste niet. But he rendered his clothes. Maar hij scheurde zijn kleren. And he rendered his heart. En scheurde zijn hart. And even more remarkable. En nog opmerkelijker. He ordered everyone to sing this song. En hij zei, iedereen moet dit lied samen met mij zingen. Now actually this story started with the Amalekite messenger that came to David. Het begon met een Amalekitische boodschapper die David het nieuws kwam brengen. He came running to David. Hij rende naar David. With the crown of Saul in his hands. Met een kroon van Saul in zijn hand. And the bracelets. En de armbanden. And he said, I saw Saul. Ik zag Saul. He was pressed hard by the Philistines. Oh, hij werd aangepakt door de Filistijnen. He was almost dead and he was hanging there in his sword. He was dying. Bijna dood en hij was stervende. And he begged me to kill him. En toen smeekte ik dood and mij. I took my sword and I killed him. Zo, ik heb hem gedood. Which was not true. It's just exaggerated story. Heel erg overdreven, niet waar. And David heard that story. David hoorde het. And he tore his clothes. And he broke out in weeping. Scheur zijn kleren, begint te huilen. He started weeping and fasted. Hij vastte. And then he said, toen zei hij, kill this Amalekite. Dood de Amalekiet.
His blood is on his head. Het bloed van Saul op zijn hoofd. Because he killed the Lord's anointed. Hij heeft de Heere's gezalfde dood. He did not say he killed my enemy. Hij zei niet mijn vijand is dood. The Lord's anointed. Maar de Heere zijn gezalfde. And in our scripture. En in onze tekst. David lamented with his lamentation over Saul and Jonathan his son. David doet zijn klaaglied over Saul en Jonathan zijn zoon. And he told them to teach all the children of Judah. En hij zegt alle kinderen van Juda. Sing the song of the bow. Moeten het lied van de boog leren en zingen. Written in the book of Jesher. Geschreven in het boek van Jezer. And the book of Jesher. En het boek van Jezer. It means the book of the just. Het boek des oprechten. The book of the righteous. Of de oprechten. And he told them write this song in this book. Schrijf dat lied in dit boek. Was Saul upright? Was Saul oprecht? Hell no. Nee. Was Saul just? Was hij rechtvaardig? Did he deserve this? Had hij het verdiend? No. Nee. But David had such a great heart. Maar Davids hart was zo groot. And it's seldom found. Dat zoiets zie je niet vaak. And if you want to be a man after God's heart. En als jij een man wilt zijn naar Gods hart. Like David was. Zoals David. And if I want to be a man. En als ik een man wil zijn naar Gods hart. I have to develop this attitude. Moet ik deze houding aannemen? There is such an opposite posture to in the spirit of this age. Zie, er zit zo'n tegenovergestelde geest in de geest van deze eeuw. Our lower nature, onze lage natuur, has this tendency to rejoice in malicious pleasure. Heeft een neiging om een boosaardige pleziertjes te hebben. This is an interesting phenomenon in our nature, in our human nature. Het zit in onze in menselijke aard. It's all in all societies. En in alle maatschappijen. Dictionary says it's a pleasant feeling that is obtained. De woordenboek zegt een fijn gevoel wat je krijgt. By seeing someone else fail. Als je iemand anders ziet falen. Or someone else has an accident or pain. Of iemand heeft een ongeluk of pijn. De Van Dalen zegt. An evil pleasure. Een kwaadaardig plezier. And a satisfaction about someone's failure. En een tevredenheid over iemand anders falen. There's a nice German word. Er is een mooi Duits woord. And it's called Schadenfreude. En dat heet vreugde als iemand anders schade heeft. And they use that in the United States, in America also. It's in Amerika zeggen ze dat Schadenfreude. It means damaged joy. Het schadeblijdschap. Joy when somebody else. Has damage. Blijdschap als iemand anders schade lijdt. Or when somebody else has misery. En slecht met hem gaat. In English is the word gloating. Gloating in Engels. One day I was in a family party. Ik was een keer op een familiefeest. They grandma was very became 80 or something like this. De oma was ongeveer 80 of zo. And so they had rented a boat at a in a harbor and then we would sit on the boat. En ze hadden een boot in de haven, we zaten op de boot. And we had family fun. En we hadden familieplezier. All my uncles were there. Alle omen waren and, daar. And you have to understand that family they are pretty smart people. En dat zijn hele slimme mensen. They are university levels. Universiteitsniveau. One is a high level professor in the police academy. Een ander is professor aan de politieacademie. Lawyers. Advocaten. And so here I come. Ik kom eraan. And I had this beautiful white Honda Accord. En ik had een hele mooie Honda Accord, een witte. I bought it from Pastor Falk. Ah, keertje gekocht van Pastor Falk. He wanted to get it rid of it. Hij wou er vanaf. It had spoilers all over. Spoilers helemaal rondom. A big wing at the back. Een mooie vleugel, at spoiler. At that time I did not understand this is not a car a pastor should have. Toen wist ik nog niet zo'n pastor een auto niet te hebben. I parked the car next to the water in the harbor. Ik plaats mijn auto naast het water in de haven. We had some fun. En we hadden lol. And so after the party, I wanted to go home. Na het feest ging ik naar huis. I jumped in the car. Ga in mijn auto. And I drove off. En ik ging weg. With all the and then I crashed into such a boulder at the harbor. En er stond zo'n paaltje om zo'n touw omheen te doen en ik knalde er bovenop. And it was very small. I couldn't see it. Heel laag, lelijk paaltje, kon hem niet goed zien. And my bumper, which was a really nice bumper, was completely destroyed. Heel die mooie spoiler helemaal vernacheld. And my family was watching. En de familie keek. And you know what they did? En weet je wat ze deden? They all. Oh, ze lagen in een deuk. Oh, look at him. Oh. And they had so much fun. Ze hadden zoveel plezier. That's schadenfreude. Dat is leedvermaak. That's gloating. Leedvermaak. I had not so much fun. Ik had niet zoveel lol. I must admit, I am a guy that likes to mock a little bit. Ik hou van een klein, af en toe beetje spotten. Make some fun. Beetje een lolletje maken. But it's not so funny when they mock about you. Maar als ze jou bespotten is niks aan. Can you say amen? Kun je amen zeggen? We're all the same. We zijn allemaal hetzelfde. Malicious pleasure.
Maar kwaadaardig plezier is a deeper dimension. Is een dieper niveau. This is a destructive attitude. Het is een vernietigende houding. And it's a part of the sinful nature. Het is een deel van onze zondige natuur. It came in us when mankind fell in sin. Toen de mens viel in zonde, kwam het binnen. And it's actually an expression of an emotion of jealousy. Het is eigenlijk een uitdrukking van de emotie genaamd jaloezie. You catering into weakness. En jij geef je toe aan zwakheid. Because someone else excels and you cannot handle it. Iemand anders die gaat heel goed en je kan er niet tegen. Somebody once said, a research in academies. Iemand deed een onderzoek in de academie. Our biology is wired in such a way. Onze biologie is zo bedraad. That sometimes others people unhappiness. Dat het verdriet van de pijn van een ander. Sorrow and pain makes us gives us a good feeling. Dat het ons een goed gevoel geeft. We keep these feelings hidden inside. En we houden die gevoelens binnen. But deep inside we rejoice. Maar binnenin verkneukelen we ons. And so we have this whole industry of gloating on television. En een hele industrie van leed. We have the age of the internet trolls. De internet trollen. The cyberbullying. De cyberpesten. And so you see all these funniest home videos. People just break their legs, fall into the pool. Allerlei mensen vallen in het zwembad, breken hun benen. You know, all these so-called funny moments. Allemaal grappige video's. Many times painful situations. Pijnlijke situaties. And people gloat. People like to see it. Mensen vinden dat leuk, dat is leedvermaak. Because you know, that's caters into the human nature. En dat spreekt tot jouw lagere menselijke natuur. And you know when the Germans lose, you know, with soccer. Als de Duitsers weer eens verliezen met voetbal. We look at it and it's we have fun. Dan vinden you know. We dat leuk en fijn. I think all the whole world has fun when Germany loses. Als Duitsland verliest, is de hele wereld vindt dat leuk. These poor people, oh, you know. Die arme Duitsers. But that's not so bad. It's innocent. Dat is een beetje onschuldig. You know, it's fun to just you know, blow your horn when a German passes by. You're not making it to the World Cup, you know. En dat jij zwaait tegen de Duitsers, jullie gaan niet naar de Wereldcup. Or you beat the Spanish and then you know. And that is a little bit fun. En je verslaat de Spanjaarden met voetbal, dat is leuk. But it becomes evil. Maar het wordt kwaadaardig. If you deeply inside rejoice. Als jij je diep binnenin verheugt. When someone else fails. Als iemand faalt. Because he's doing better than you do. Omdat hij het normaal beter doet dan jij. You know when the planes crashed into the two towers in 9/11. Toen de vliegtuigen in de torens vlogen op 9 september. The media called it the day of infamy. Noemde de media de onfameuze dag. But Muslims worldwide were happy. Maar de moslims wereldwijd waren blij. Even in Holland were dancing on the roofs. Zij dansten op de daken. They were shooting with pistols. Zij schoten met pistolen. 2000 people died, but they were rejoicing. 2000 mensen dood en zij hadden feest. That's malicious pleasure. Dat is kwaadaardig plezier. When Jesus hung on the cross. Toen Jezus hing aan het kruis. The Bible says they passed by him. Liepen mensen langs. Psalms 22 speaks about I can count all my bones. Psalms 22, ze braken me al de bonen. But they look at me, they stare at me. Zij staarden op mij. And then they divide my garments and for themselves and. Ze verdeelden mijn klederen voor zichzelf. And so here Jesus is on the cross and they pass by, they stick out their tongue and they say, come off the cross. En zij staken hun tong uit en zei, kom van het kruis. God hates malicious pleasure. God haat dat soort kwaadaardig plezier. Because he wants us to have compassion. Hij wil dat wij bewogen zijn. Malicious pleasure or gloating is not your road to success. Dat is kwaadaardig plezier vanwege het falen van een ander is niet de weg naar succes. You will not go forward more faster because someone else goes slower. Jij gaat niet sneller vooruit omdat een ander langzaam gaat. You know when an other pastor has revival. Als een andere pastor opwekking heeft. You are fighting for your growth. En jij vecht voor groei. But he has the growth. En hij heeft die groei. And he comes with a report as a man, 25 people. Maar 25 erbij. 7 visitors. 7 bezoekers. Converts. Kom bekeerlingen. You should be happy. Dan zou je blij moeten zijn. Really happy. Echt blij. You should tell yourself, man, if God can do it for him. Als God het kan doen voor hem. He can do it for me. Kan hij het ook doen voor mij. But many times deep inside. Maar heel vaak diep in je hart. It hurts. Doet dat pijn. Let's be honest. Als je eerlijk bent. I've been there. Ik ben er wel eens geweest. Don't stare at me like this. Niet zo staren, mensen. You're holier than the Pope. Jullie zijn heiliger dan de paus. But I've been there. Maar ik heb dat wel eens ervaren. I remember Pastor Cyrus Dreyer. Ik weet nog Pastor Cyrus Dreyer. He went to Rotterdam. Hij ging naar Rotterdam. Just a year before I wanted to go to Rotterdam. Ik wou eigenlijk net een jaar daarvoor ook al naar Rotterdam. Dang, I want to go to Rotterdam. Ah, ik had naar Rotterdam gewild. But let's go to The Hague. Nou, dan ga ik wel naar Den Haag. And so we would call each other all every week. En dan belden we elkaar.
how was your church service? Hey, hoe was de kerkdienst? He says, I said, I have 25 people, man, in my church. Man, ik had 25 mensen. I had 30. Oh, ik had 30. But he didn't mean it bad. Hij bedoelde dat niet slecht. And the next week, man, I had 27. Ik had 27. He said, I had 37. Oh, ik 37. It hurts. Dat doet pijn. Man. But I repented. Maar ik bekeerde me ervan. Because that's not the right attitude. Dat is een slechte houding. You should be happy. Ik moet blij zijn. That someone else is excelling. Dat iemand anders het goed doet. Someone else gets some promotion or is put in the church. Wordt gepromoveerd of in de kerk omhoog gebracht. You should say yes. Je zou moeten zeggen mooi. It's great for him. Wat fijn voor hem. You know, if you have a malicious pleasure, it will damage you more than the one who is failing. Als jij kwaadaardig plezier hebt, zul je meer schade hebben als degene die waar je over hebt. Ezekiel 25. Ezekiel 25. For thus says the Lord God. Vers 6, want zo zegt de Heere. Because you clapped your hands. Omdat gij de handen geklapt hebt. You stamped your feet. Voeten gestampt hebt. And rejoiced with your heart. En u vol bitter leed vermaakt, vrolijk gemaakt with hebt. With all your disdain for the land of Israel. Over het land Israël. I will stretch out my hand against you. Strek ik mijn hand tegen u uit. And give you as plunder to the nations. Als buit geven aan de volken. I will cut you off from the peoples. Uitroei uit de natie. And I will cause you to perish from the countries. Verdwijn uit de randen landen. I will destroy you. Verdelgen zal ik u. So here is a nation that's rejoicing when Israel fell. Een natie die blij was toen Israël viel. And God says, you are not going to excel. Jij gaat niet groeien. I will come against you. Ik kom tegen je in. You know Ham. Ham. Malicious pleasure about Noah's failure. Kwaadaardig plezier voor het falen van vader But Noah. But the curse came on his family. Vloek kwam op zijn familie. Shimei. Shimei. The Bible says malicious pleasure gloating when David had to run for his life. Kwaadaardig plezier en leedvermaak toen David moest vluchten. Big show, dust everywhere. Stenen en stof in de lucht gooien. Curses. Gevloekt. But the Bible says his wickedness returned upon his own head. De Bijbel zegt dat zijn kwaadaardigheid keerde op zijn eigen hoofd terug. You know, we have this song when we sing for people when we celebrate their birthday. Wij zingen in Nederland een lied voor de verjaardag. Hip hip hoera. Hip hip hoera. You know that? Ken je dat lied? You know where that comes from? Weet je waar dat vandaan komt? Nobody knows. Dat weten mensen It's niet. A Roman acronym. Het is een acroniem. It is H-E-P. H-E-P. Hiroshima. That's Jerusalem. Jerusalem. Est perdita. Est perdita. Now the Spanish people understand. En de Spanjaarden snappen meteen. And they were singing Jerusalem. Jerusalem. Is fallen. Is gevallen. Heep heep. Heep heep. Heep heep. Heep heep. That's what it means. Dat betekent Jerusalem het. Is fallen. Jerusalem wordt gevallen. And it morphed all into your birthday party. En elk verjaardagfeest, jullie allemaal zingen dat. And you say, oh, we wish you another year. Weer een jaar voor jou. Heep heep, let Jerusalem fall. Laat Jerusalem vallen. That's it. En dat zingen wij. And that's what the Romans did. En dat doen de Romeinen ook. And God says, I don't like that. Maar God vond dat niet zo you leuk. You can sing that song. Dat lied mag je niet zingen. But not on my next birthday. Maar niet. Je mag het wel zingen, maar niet op mijn verjaardag. Let's look at two things that David understood. Nou, laten we kijken naar een paar dingen die David begreep. A few things. David lived under the principle of headship. David leefde onder het principe van leiderschap. It's a simple principle. God appoints a leader. En als God een leider aantoont. That's what we believe. He appoints a leader. Hij stelt een leider aan. In our churches. In onze kerken. The men are appointed by God. De man wordt aangewezen door God. In our fellowship. In onze fellowship. The leaders are appointed. De leiders worden aangewezen. It's God's hand. Gods hand. And all direction, all protection flows through the leader. En richting en bescherming vloeit door een leider heen. The precious oil. De kostbare olie. On the head of Aaron. Op het hoofd van Aaron. Running down his beard all to the edges of his garment. Die naar beneden loopt door zijn baard naar de klederen. En zo de excuse me. De zomer van zijn klederen. And so the blessing for your life and ministry. En de zegen voor uw leven en bediening. Flows from the throne. Komt van de troon. Through the pastor. Door de pastor. Through the pulpit. Door de preekstoel. In your life. In jouw leven. We live in an anti-authoritarian age. Wij leven in een anti-autoritair land. Much of the protests today. Heel veel protesten. Is just the spirit of rebellion. Is gewoon een geest van rebellie. We can call it whatever name. Je mag allerlei namen geven. It's just rebellion. Maar het is gewoon rebellie. They resist authority. Het weerstaat autoriteit. They resist leadership. Leiderschap. And so the Western world is really morphing into rebellion. En de westerse maatschappij houdt van rebellie. Tell us.
what we have to do. Vertel ons wat we moeten doen. But we will not do it. En dan doen we het lekker niet. And in our stupidity. En in onze domheid. We are even proud of it. Zijn we er nog trots op ook. But I want you to know. Maar ik wil dat je the weet. The kingdom of God is different. Het koninkrijk van God is anders. In the kingdom of God there is leadership. Daar is leiderschap. And blessing from God can only come to you through an act of submission, through leaders. En een zegen van God komt alleen in een handeling van onderwerp aan leiderschap. And disciple. En discipel. Pastor. Pastor. Somewhere you have to tell your tale. Ergens moet je gaan zeggen. I will listen and obey. Ik ga luisteren en gehoorzamen. This is what David understood. Dat is wat David begreep. He was a man and that honored the leader. Hij was een man, hij eerde zijn leider. His leader was corrupt. Zijn leider was corrupt. His leader was demon possessed. Hij was demonisch bezeten. And still he was protective. Maar toch God beschermde hem. He still was respectful. En toch had hij respect. And this is this wonderful story. En dat is een prachtig verhaal. We all know that story. Je kent het verhaal. David is in a big cave. David zit in een grot. Somewhere in Engedi. In Engedi. And so he's in the back of the cave. Hij zit achter in de grot. Saul and his army enter the cave. Saul en zijn leger komen de grot binnen. And so Saul says, "Let me be alone. I need to do some toiletries." Hij zegt, Saul zegt, laat me even alleen. Ik moet even wc. So he withdraws himself into the cave. David is there. Trekt zich terug achter in de grot, maar David ligt daar. He pulls down his garments. Hij doet zijn ding uit. And then he sits. Hij zit. And David's soldiers say, "This is the time. This is the day that the Lord has made." En David zegt, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Zijn dienstknechten zeggen dat. Let's kill him. Nu kun je hem doden. And David. En David takes the knife in his hand. Neemt het mes. But then he withdraws. En dan trekt hij zich terug. And then he says, "No." Nee. And the Bible says. En de Bijbel zegt. The Lord forbid. De Heere verbiedt. That I stretch out my hand. Dat ik mijn handen uitstrek. Against the Lord's anointed. Tegen de Heere zijn gezalfde. And the Bible says his heart trembled. That zijn he hart klopt in zijn keel. What an excellent attitude. Wat een fantastische houding. Because you live under in submission under leadership. Dat je leeft in onderwerping aan leiderschap. Now let me tell you, your leaders are not perfect. Jouw leider is niet perfect. Your pastor is not perfect. Jouw pastor is niet perfect. But he's still a man of God. Maar hij is nog steeds de man van God. He's still chosen. Hij is nog steeds gekozen. He's still appointed. Aangewezen. Every church has his own hidden rebels. Elke kerk heeft zijn verborgen rebellen. And if you doubt your leader, en als je twijfelt aan je leider, the decisions he makes, the course he takes, de koers, de beslissingen, just call him. Bel hem dan. Or shut up. Of hou je mond erover. Just call him. Bel hem erover. So I have a question. Ik heb een vraag. I don't understand. Ik snap het niet helemaal. Please explain. Leg eens uit waarom. But if you don't want to call him, maar als je niet wil praten, just shut up. Hou je mond er gewoon over. Leadership is the way to blessing. Leiderschap is de weg naar zegen. And if you are willing to submit, en als je je wil onderwerpen, God can bless. Zal God het zegenen. David was not blind for Saul's failures. David was niet blind voor het falen van Saul. But he just said, "I will not touch him." Ik raak hem gewoon niet. Not even a bad word. Ik spreek niet slecht and over hem. And at the day of his death, en op de dag van zijn dood, he sang this great song. Zingt hij een prachtig lied over hem. The second thing that David understood. Het tweede wat David begreep. It was the holiness of brotherhood. En de heiligheid van ons broederschap. In his text, he also speaks about Jonathan. Hij spreekt ook over Jonathan. And he says, "Oh, my brother Jonathan, I'm so distressed." Mijn broeder Jonathan, het is mij zwaar te moeden. He appreciated the brother. Ik waardeer jou als broeder. Now remember, Jonathan took David under his wing. Nou, Jonathan nam David onder zijn vleugel. After he killed Goliath. Toen hij Goliath doodde. Jonathan the elder. Jonathan de oudere. And David the younger. David was de jongere man. He taught him, he protected him. Hij leerde hem, beschermde hem. And David never forgot. En David is dat nooit vergeten. He never forgot what years before happened to him. Wat jaren ervoor hun overkomen was. And he bonded with him and he kept him in high esteem. En hij kreeg een band met hem en had een hoge waardering voor hem. Now let's think about brotherhood. Nou, denk eens na over broederschap. It's so easy. Het is zo makkelijk. To look at brothers. Om te kijken naar je broeders. And then find faults, fout vinden, mock, spotten, or look down upon, of neerkijken op. We've all done that. Hebben we allemaal gedaan. But we should encourage each other. Maar we moeten elkaar bemoedigen. See, we have this conference now with only the pastors. We zitten hier alleen met de pastors. It's actually very sad. Eigenlijk triest. But it was so nice. All these people, these 1500, you know, people like ants in this building. Het was altijd mooi in de IJsselhallen. Al die 1500 mensen als mieren in één groot gebouw. And I believe that will happen again. En dat gaat heus wel weer gebeuren. The Russians have a vaccine. De Russen hebben al een vaccin, zeggen ze. Just take a plane, go play Russian roulette and go to get the vaccine.
Ga met het vlieg naar Rusland, doe wat Russisch roulette en misschien word je genezen. If you still live after six months, I will try also. We kijken naar 6 maanden, als je nog leeft, gaan we het ook doen. But one day we will be there together. Maar op een dag zijn we weer samen. How did I get there? Hoe kwam ik daar ook weer terecht? I'm afraid the Russians are watching. Uh-oh, er zitten Russen te kijken. Pastor Sergei is going to preach after this. Straks de volgende preek is Pastor Sergei. I encourage him to take the vaccine and we'll see. We bemoedigen je, Sergei, neem het vaccin en we gaan zien. Anyhow, we should encourage each other. Nou, we zouden elkaar moeten bemoedigen. But let's be honest, the Russians are very good with vaccines, actually. Maar de Russen zijn heel goed in vaccins. Absolutely. Absolutely. Dat is wat ik vind. I'm not mocking now. This is not mocking. This is ben ik nu aan het spotten? They are actually very, very good with making vaccines in the industry. Hele goede vaccins creëerders, echt. Okay. Let's forget this. Laten we snel doorgaan. If we want to reach the world, als je de wereld wil bereiken, we need our brothers. Heb je je broeders nodig? We need your fellow pastors. Jouw medepastors. You do not have the luxury to be isolated. Je kunt je niet de luxe permitteren om geïsoleerd te zijn. You can get into all kinds of fights with pastors. Ruzie te maken met andere pastors. See, through the years, I really started to appreciate the brothers. Door de jaren heen waardeer ik mijn broeders. And so here we are with all the pastors. Hier zijn wij met alle pastors. And so. Separated now for this time from all the people. En nu zijn we wat afgescheiden van alle andere mensen. And so you can see them and you can sit with them and you can join them. Je kunt met ze zitten, met ze praten, samen zijn. And I appreciate them. En daar waardeer ik in. More and more through the years. Meer en meer door de jaren heen. Just to make an appointment and to make sermons. Je maakt afspraken, maakt preken. You just sit and you speak and you exchange thoughts. Je zit, je spreekt, je wisselt van gedachten. We call that crossbreeding and help each other. Kruisbestuiving, je helpt elkaar. But the brotherhood is more than pastors only. Maar het is alleen niet alleen also the man in your church. Maar ook de man in je kerk. I'm 31 years in The Hague. Ik zit al 31 jaar in Den Haag. We have men in our church. They are there already for 25, 26 years. En ik heb mannen in de kerk die zitten al 26 jaar bij ons they're in de kerk. They're helping. You can make a call and they just come. Ze helpen ons. Je belt en ze komen. Faithful helpers. Getrouwe helpers. And there's such an unbelievable power in the brotherhood. Er zit zo'n ongelofelijke kracht in broederschap. How many times Paul sends his greetings to the brethren? Hoe vaak geeft Paulus niet de groeten aan de broeders. And it's a precious thing. Waar kostbaar. And we should fight for that. En daar moet je voor vechten. We should fight for that spirit. Vechten voor die geest. Of that brotherhood. Die broederschap onder elkaar. In which we join and lock together and just do the will of God. Vreugde en samen Gods wil doen. We have a unique situation in Holland. Wij zijn uniek in Holland. We're a very small nation. Klein land. And you can just make a phone call. Je hoeft maar te bellen. Make an appointment. Even afspraak. And if both drive. En als je samen rijdt. You meet in 30 minutes. Ben je in 30 minuten altijd bij elkaar. You can make sermons. Preken maken. And I know pastors are doing this. En dat doen onze pastors. And some of my best sermons are when I join with others. En de beste preken die ik maak zijn als ik samen doe met anderen. Because when I'm alone, I'm a little bit whoopy, you know. Als ik alleen ben, dan ben ik een beetje woepie. I get all kinds of extreme thoughts and krijg let's hele put rare in, you extreme know? Punten en gedachten. But the brothers balance you out. Maar de broeders zeggen een beetje extreem en die balanceren je. Don't do this. Doe het niet alleen. Change it. Verander deze and tekst. The best sermons. En de beste preken. Sometimes made when you are together. Is als je samen werkt. When you're a young pastor. Als je een jonge pastor bent. I remember when I was a young pastor, I joined with Pastor Chris Entong at that time. Ging ik samen met Chris Entong toen ik pas uitgestuurd was. Pastor Klok. Several other pastors. Andere pastors. We're all the time together. Altijd samen. Working together. Werk samen. And together you grow. En samen groei je erop. And I encourage you when you are a young pastor. Ik bemoedig je als je een jonge pastor bent. To do this. Doe dat ook. Find someone. Vind iemand. Work together. Werk samen. And God blesses that. En God gaat het zegenen. Because how pleasant the Bible says. Hoe aangenaam is het? It is when brothers live together. Als broeders er samen zijn in eenheid. You can stay in your home. You don't have to live in my house. Je hoeft niet bij me te komen but wonen. But how pleasant it is. Het is niet plezant meer dan. When we are together. Maar wel als we samen zijn. Let's look thirdly at singing the song of the bow. Nou, laten we kijken als derde naar het zingen van het lied van de boog. The Bible says David was a man after God's heart. David was een man naar Gods hart. So he orders all the singers and he says, I want all this generation. Okay, deze hele generatie, alle zangers. I want them to memorize this song. Leer dat lied uit je hoofd. Teach the children.
Leer de kinderen. And write it in the book of Jesse. En schrijf het in het boek des oprechten. And by doing this, he kept the reputation of Saul very high. En zo hield hij Sauls reputatie hoog. He did not want to find any negative thing. Hij wilde niet de negatieve dingen vinden. Not a bad word. De slechte dingen. Like the Western disease of our age. Zoals de westerse ziekte in onze tijd. Actually, he taught the children of Israel. Hij leerde de kinderen Israël. You will not get ahead. Je wordt niet, komt niet vooruit. By rejoicing. Door het verheugen. Or hoping. Of hopen. For in someone else's failure. Op het falen van een ander. And you must trust God with your future. Vertrouw God met jouw toekomst. Sing this song of the bow. Zing het lied van de boog. We all know that Saul was bad. Wij weten dat Saul slecht was. But just sing this song. Sing het lied. And speak about the great things. Benadruk dan de goede dingen die je deed. And God wants to help you. En God wil je helpen. God wants us to have a different spirit. Een andere geest. Than the spirit of this world. Dan de geest van deze wereld. In our churches this should be also. En in onze kerk zou het ook zo zijn. Your teenagers. Tieners. You should stress it. Je moet dat stressen. Hey, you're not going to do this. Nee, dat doe je niet. You're not going to bully others. Je gaat niet pesten. You're not going to put other kids down. Je gaat andere kinderen niet we naar beneden halen. We are not going to have this atmosphere in our church. Ik wil die atmosfeer niet in deze kerk. Because we are different. Wij zijn anders. See, we are not in competition with one another. Wij zijn niet in concurrentie met elkaar. It doesn't matter how big your church is. Hoe groot je kerk ook is. Smaller or bigger. Groot of klein. The one grows faster now and then the other one grows a little faster. Nu groeit die heel snel, dan groeit die heel snel. And then we are not in a competition. En we zijn niet in een wedstrijd. I have two people more than you. Ik heb twee mensen meer dan jij. Yeah, but your people, you know, and maar ja, jouw mensen. No, we're not. We should not be like this. Dat moet je niet doen. We should be happy. We moeten blij with zijn. All that God is doing. Wat God dan doen is. We should pray for the success of others. Met het succes van anderen. And just bid rejoice when the other person. En als een ander gezegend wordt, wees blij. That building that you really desperate wants. Dat gebouw wat jij zo wanhopig wil. And gets growth and revival. En die persoon krijgt een gebouw en groei en opwekking. You know, in the book of Exodus 23. Exodus 23. God speaks about this attitude. God spreekt over die houding. And he said, if you see the donkey of one who hates you, als je de ezel ziet van de man die jij haat, lying under its burden, en het ligt onder een last, and you would refrain from helping it, en je helpt niet, you should surely help him. Je moet dat doen. Now can you imagine someone is piling up all kinds of stuff on this poor iemand donkey? Iemand stapelt zijn ezel helemaal vol. And then you know, you see it. He's gonna fall. Die gaat zo vallen. Wang! Boom! De ezel valt. I didn't see this. Ik zag het niet. God says I don't want that. God zegt ik wil niet dat je zo bent. I want you to be kind. Wees vriendelijk. I want you to be a helper. Wees een helper. I want to close with a little story of the apostle Paul. Ik sluit met een verhaal van Paulus. I preached a sermon a while ago on friendliness. Ik sprak in mijn kerk daar over vriendelijkheid. We are wired for friendliness. En dat wij bedraad zijn voor vriendelijkheid. Being unfriendly is very unnatural. Als jij een onvriendelijk persoon bent, is heel onnatuurlijk. And so here's Paul. He is on a ship on his way to Rome. En Paulus is op weg naar Rome. And this ship will have this great disaster in this storm. En een enorme rampspoed, schipbreuk en storm. Now Paul is a prisoner. Paulus is gevangen. Now you have to understand, this is not the age of 2020, you know? Nou, dat is niet 2020. Oh, poor prisoner. Oh, een arme gevangene. You don't like the food. Oh, die vindt het eten niet lekker. What do you want? Pizza? Wat wil je dan? Pizza? Oh, we order a pizza for you. Oh, dan bestellen we wel een pizza. No. He was in chains. Nee, hij was in ketenen. He was in the belly of a ship. Hij zag in de buik van het schip. He's a prisoner. He's about to be maybe executed. Hij wordt misschien wel geëxecuteerd. And so centurions, they don't have any feel for these guys. En de centurions hadden geen enkel medelijden. But the Bible says this centurion. Maar deze centurion. He was very friendly with Paul. Was heel vriendelijk tegenover Paulus. He was very nice with him. Heel aardig. And the Bible says he even allowed him to get off the ship and go to his friends. Hij mocht zelfs van het schip om zijn vrienden te bezoeken. His friendly deed. En de vriendelijke daad. His compassion returned on his back. Zijn bewogenheid kwam terug op zijn eigen leven. They came into a disastrous storm that lasted for 14 days. Verschrikkelijke storm van 40 dagen. They lose all the load. Alle lading gaat verloren. The ship is even shipwrecked at the end. Er is een schipbreuk aan het eind. At the end, the soldiers want to kill all the prisoners. En de soldaten zeggen: laten we alle gevangenen doden. But then the Bible says, but the centurion wanted to save Paul. Maar de centurion wilde Paulus behouden. But Paul said, don't kill anyone. En Paulus zegt: we moeten niemand doden. Stay on the ship. We blijven op het schip. And then because God says if you, we will all be saved. En want God zegt tegen mij: wij worden allemaal gered. And they all got saved. En ze werden allemaal gered. Because of favor of God. Vanwege de gunst van God. And I wonder why.
En soms denk je, ja, waarom? You know why? Weet je waarom? I start to think. Ik begon te denken. It must have been because of the centurion. De centurion. Of course, God has a plan for Paul. Natuurlijk, God heeft een plan met But Paulus. They were all saved. Maar ze werden allemaal gered. Because his friendly deeds. Want de vriendelijke daad. Came back on his head. Kwam terug op zijn eigen hoofd. He wasn't gloating. Hij was niet aan het leed van ook. You're the preacher. Jullie gaan eraan. With all your books and Bibles. En je bent een prediker met je Look boeken. Look at your God. Oh, kijk eens, waar is die God nu? My God's size is much better. Mijn God is veel beter. Well, he had compassion. Hij had bewogenheid. And he came back on his life. Kwam terug op zijn eigen leven. And God blessed him. God zegen hem. We don't know if he got saved. En hij weet niet of hij gered werd. But something happened to him. God's favor. Iets gebeurde Gods gunst. And we should be men and women. Wij zouden mannen en vrouwen moeten zijn. Somebody has a failure. Iemand faalt. We should not rejoice. We zouden niet blij moeten zijn. Or somebody is really excelling. Of iemand doet het goed. You should not hope. Je moet niet hopen. That it slows down for him. Dat het slechter gaat straks. I expected that. Ik verwacht al dat het slechter zou gaan. No, we should be happy. Nee, we zouden blij moeten zijn. They have this attitude. Houding. In churches, disciples should be like this. In de kerk moeten we onze discipelen dit leren. Rejoice. Wees blij. Help one another. Help elkaar. That's all I have. Thank Dat is alles wat ik heb. Bedankt.